Goedemorgen meneer, u gaat bijna van start. Ja. Bent u er klaar voor? Zeker. Redelijke training gehad. Minder dan andere jaren, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Hoe heeft u zich voorbereid? Mag ik het eerlijk zeggen? Ja. Dat doe ik nooit. Nooit? Nee. Eindelijk gaat de Vierdaagse van start. Hoe blij bent u na zoveel jaar? Ja, ik heb altijd weer zin aan inderdaad. Dat mis je toch. Als je een paar keer gelopen hebt en het gaat goed, dan ben je wel weer aan toe. Heel erg blij om. Ja, heerlijk is dat, ja. Heb je een beetje zin in? Yeah! Jazeker. Ja, eindelijk. Na het tweede jaar mag het weer. Zeker weten. We gaan het gewoon weer proberen. Die hard. Zijn jullie enthousiast? Jazeker. Hoe komt het? Omdat wij hem niet lopen. Ja. Nee. Kom je net van een feestje vandaan? Ja, zeker. Hoe was dat? Heel goed, maar dit is nog een beter feestje, want een vriend van ons loopt wel. Ja. Zijn vrienden zijn net vertrokken en we moesten ze even uitzwaaien, toch? Groen, Oet, Westerwol. Dat is Gronings. En waarom loop je mee met de Vierdaagse? Mooie uitdaging. Hey, goedemorgen, het is eindelijk zover. Ja, eindelijk hè? Ja. Na 3 jaar en 1 dag. Ik zie dat jullie helemaal zijn voorbereid. Ja, eerste keer, dus dat moet haast wel. Ja, hoe heb je je voorbereid? Niet. Helemaal niet? Nee, ja, klein beetje hoor, klein beetje. Vertel, wat heb je allemaal meegenomen? Veel te veel. Heb je nog een advies voor andere lopers? Vooral genieten, denk ik. Vooral genieten, ja. Gewoon de ene voetje voor de andere blijven zetten, komt het allemaal goed. Ik wens je heel veel succes en veel plezier. Dankjewel, dat gaat zeker lukken. Doei!